Dit is Stefan, zijn beroep technicus bliksembeveiliging. Samen met zijn collega Remus gaat hij vandaag aan de slag. Ze installeren een bliksemgeleider op een watertoren. Een toren tegen blikseminslag beveiligen is nodig, want bliksem zoekt altijd het hoogste punt op. De geleider bestaat uit 4 koperdraden die van op de toren recht naar de aarde gaan. Er moet nog 1 draad vastgemaakt worden. Stefan zal de klus klaren. Goed beveiligd natuurlijk, want de toren is 25 meter hoog. Hij boort gaten voor de klemmen waaraan straks de draad zal worden bevestigd. Al het materiaal dat Stefan nodig heeft, reikt Remus aan via een emmer. Remus gooit nu een touwladder uit. Daarmee kan Stefan zijn evenwicht bewaren bij zijn werk op het schuine stuk van de toren. Na deze klus wachten Stefan en Remus nog andere taken. Ze moeten onder andere de overspanningsbeveiliging in de kasten plaatsen en de verschillende onderdelen aansluiten op het spanningsnet. Daarna volgen natuurlijk nog testen om te zien of de installatie goed werkt.